Zo, net even harder gereden. En valt de XT natuurlijk wel een beetje op de Salalees. Oh, mijn rem is echt zoveel beter. Weet ik, deze kant afslaat, dat is volgens mij waar ik toen met mijn broertje heen ben gegaan. Dat is ook wel mooie bochten zijn. Toch bizar dat mijn bike eigenlijk nog luider lijkt te klinken. Welke harnas ik heb gereden, hou ik in deze video even buiten beschouwing. Ik kan denk ik een video maken van 7 minuten en van 10 minuten. Of ik maak één video van 16 minuten. Ik herhaal toch een beetje dingetjes, het is dezelfde route. Dus... Oh, ze hebben hier de plantjes weggehaald. Dat maakt de bocht wel een stuk overzichtelijker. In elk geval richting één kant. En nu de asfalt. Dat is ook lekker. Ik wel weer gelijk met vol met modder, maar... Oeh, die witte lijntjes zijn nog wel glibberig, jongens. Daar moet je ook niet tegenaan rijden. Inschatfoutje, bam. Hier had ik bijna een huis gekocht in dit parkding. Ik weet niet of dat nog steeds kan, maar toen kon dat in elk geval. Dit is een oude steenbakkerij. Dat is een monument. Kijk die rotzooi op de weg, jongens. Kan je dat niet rijden? Maar die steenbakkers is een monument. Zo werden vroeger de bakstenen gemaakt hier om de omgeving. Hier ligt ook zo'n lekkere drempel, jongens. Kom op, zeg. En dan heb je hier een watersnoodrampmonument. Standbeeld. Tegen de schipper en zijn team die de boot de dijk in ramde om het gat te dichten. Sorry, Wibbet. Hallo, pot. Oh man, er gaat om niks boven je eigen bike, jongens. Of vers asfalt. Alhoewel ik nog een ritje had mogen maken, ook op een van de bikes die ik al had gereden. Eigenlijk vandaag een testdag. Dus ik denk dat de drukte iets tegenvalt. Maar ik heb nog veel te doen thuis. Dus ik kan het niet maken om langer weg te blijven. Niet vaak deze kant op gereden eigenlijk trouwens. Meestal rij je de andere kant op en dan via de overkant terug. Had ook nog gekund vandaag. Maar eigenlijk wil ik gewoon zo snel mogelijk terug. Wat ik zeg, er is nog meer dingen te doen. En dan had ik wel de N-weg kunnen uitrijden, maar dat is zo saai. En niet per se heel veel sneller, aangezien de gemiddelde snelheid hier ook 70, 80 is. Alleen daar rij je 70, 80 met constant een rotonde. Dit is wel echt een bocht waar sommige mensen zich zwaar in vergissen. Als je hier naar beneden gaat, dan ga je ook hard naar beneden. Afrennen voor drempels, wat nou afrennen voor drempels? Wel afremmen voor het hondje uiteraard. En ja, daar rij je door het drukke gedeelte. Maar helaas kan je tegenwoordig niet echt meer anders de dijk overrijden. Dat stuk, dat hebben ze gewoon afgesloten. Dus ja, dit moet... Ik heb het ook niet bedacht. Dan kan ik nog helemaal binnendoor, of ik kan de dijk weer op. Of ik kan naar de N-weg. Maar goed, daar komen we vandaan. Dat is niet logisch om naar terug te gaan. Als ik thuis ben, wat ik eigenlijk moet doen... is een stoep tegen waar mijn zijstandaard op staat, er even uithalen. Er ligt hier en daar nog wat zand, want ze hebben wat bestrating gedaan voor fiber. Wat van het zand onder die stoep tegen gooien en die stoep tegen weer inleggen, zodat die weer recht ligt. Omdat ik natuurlijk altijd op dezelfde stoep tegen, op dezelfde helft van de stoep tegen omstandig zet, is die aan het verzakken. Nou ligt overal gaten zand, dus ik denk als ik dat nou een beetje bij elkaar veeg, dan kan ik er misschien nog wat leuks van maken. Ik moet het SD-kaartje leeghalen om wat te controleren. Verhuiswagens. Twee stuks is allemaal toevallig. Sorry mevrouw. Oeh. Dat wist ik niet. Bijna tegen een bordje aangereden.
zijn wel lekker bezig. Heel het fietspad is eruit. Het voetpad is eruit. Ik weet niet wat ze precies aan het doen zijn, maar... Oh, en dus verkeer van die kant moet dus aan die kant omheen. Dan gaan we weer oude mensen door het industrieterrein. Dat is alweer lang geleden. Dat industrieterrein was met de GPZ400R. Was dat echt mijn speelterrein, jongens. Maar je hebt hier een paar bruggetjes waar je heel makkelijk bij kan voor mooie foto's. Je hebt dan de automatische busbaan natuurlijk. Je hebt dit huisje. Dat ook wel mooie foto's oplevert. Kan leveren. Geen automatische bus op dit moment zichtbaar. Kijk al die elektrische Felix hier zo. Die gaan allemaal naar Kapelsebrug. Daar pleuren ze nog s'avonds neer. Dan komen ze de volgende dag weer terug. Pak ze weer een Felix naar werk. Dat is ideaal natuurlijk. File rijden. Dat was een beetje tricky. File rijden met hardkraan is altijd fout trouwens. Pas wel. Kijken en anticiperen. Zolang mijn spiegels ertussen passen, pas ik er ook tussen. In theorie kan ik hier af. En dan ben ik van de file af waarschijnlijk. Maar dat is niet leuk. Nu wil ik gewoon file rijden ook. Nou ja, technisch gezien gaan we soms wat snel, sneller dan gedoogd is. Daar rijden zijn er gewoon 3 motors op rij. Dat is niet handig wat jij daar deed, maar vooruit. Nu langzaamaan bij de reden voor de file in- en uitvoeren van de parallelbaan en de hoofdbaan. Die had zich wel heel druk opgesteld met zijn ram. Oh, en er staat ook nog een baan dicht. 2 banen dicht. Ja, dan wil er wel file ontstaan, ja. Banen moet. Als het 3 baans, 1 baans moet worden, dan moet ook nog in- en uitgevoerd worden hier. Dan gaat het wel natuurlijk.
eentje in elk geval omgedraaid of zo.